De voordelen van een luchtdicht gebouw zijn legio. Eerst en vooral weten we dat grote lekken onaangename tocht kunnen veroorzaken, mogelijke bron van ongemak voor de bewoners. Bovendien hebben die lekken een negatieve impact op het energieverbruik van een gebouw. De koude buitenlucht die langs de lekken binnenstroomt, moet namelijk worden opgewarmd. En bovendien zal de opgewarmde lucht langs deze lekken opnieuw ontsnappen. Tot slot beperkt een goede luchtdichtheid ook de risico's op condensatie. Bij een slechte luchtdichtheid kan de binnenlucht, die warm en vochtig is, namelijk ontsnappen en in contact komen met een koud oppervlak, waar het vocht vervolgens condenseert en schade aan het gebouw kan aanrichten. Energie-efficiënte gebouwen hebben zowel een goede thermische isolatie als een goede luchtdichtheid nodig. Er moet echter naast een goede luchtdichtheid ook steeds een efficiënt ventilatiesysteem gebruikt worden. De goede werking van het ventilatiesysteem kan bovendien alleen gegarandeerd worden in een voldoende luchtdicht gebouw.